Ja, en dan moet ik het ook nog hebben over Boquito. En natuurlijk niet te vergeten Wim de Bie. Lieve mensen in Hoorn, u ziet het, ik ben al lang bezig met de oudejaarsconferentie. Want daar begin je natuurlijk op 1 januari mee. En eind van het jaar mag ik vaarwel 2023, mijn oudejaarsconferentie, komen spelen in Hoorn. En dat is al een tijdje geleden dat ik daar geweest ben, dus daar ben ik heel erg blij mee. En wat kan je van mij verwachten? Nou, ongeveer zoiets als dit. En ik weet, heel veel mensen hebben een hekel aan Hugo de Jonge, maar ik zal je vertellen, ik persoonlijk, ik vind het een evolutionair succes. Zelden is iemand zo ver gekomen met zo weinig hersens. Hij heeft een schoon geweten, want hij heeft het nooit gebruikt. Jullie, hij heeft... Ah, die zingen wel mee, oké. Gadverdamme! Wie slaat de trom? Daar gaat het om. Van de week las ik op de voorpagina van de Telegraaf. Onderin hebben ze alles zo'n leuk berichtje. En alles een onderzoek. En dan bleek dat de helft van de Nederlandse mannen zingt onder de douche. En de andere helft van de Nederlandse mannen masturbeert onder de douche. En weet u wat ze zingen, meneer? Weet u wat ze zingen? Nee, dat dacht ik al. Kortom, de oudejaarsconferentie van het jaar. Vaarwel 2023 in Hoorn. Want je kan het hem pas in de kast hangen. Als het is gestreken. En dat is wat we gaan doen met z'n allen. Tot ziens. Tot horen.